Begin de dag met een lachje, dansje. Begin de dag met een lach, want wie de wereld redt, die doet dat elke dag. Hey! Okay, people, let's go to work. Ja, welkom terug bij MacPixel. We gaan ronde 3 beginnen. Van ronde 1 naar 3 een logica wat zich toeneemt in deze serie. Chapter 4, round 3, Dual Face Bomb. We moeten in 20 seconden proberen de bom onschadelijk te maken in 6 verschillende levels. Zodat we eigenlijk, zoals we eigenlijk altijd doen in afleveringen. We komen bij een Tarzan-god met een hele lieve beer. En die beer heeft iets in zijn handen die ik eigenlijk wil afpakken van hem. Maar daardoor zijn we eigenlijk de lul. En komen in het lichaam van de beer. Oké. Ik heb al een idee. Ik ga het nog niet verklappen. Ik heb een idee om dat level te voltooien. Sorry voor het geluid van mijn microfoon. Ik zie hier een alien. Ik zie hier... Hij pist weer over de alien net als vorige keer. En dat heeft geen positieve gevolgen. Dat weten we ook. Over een alien pissen helpt niks. We zien een bus op de snelweg. Een hele leuke, mooie bus. Met Batman een grote bom. Die eigenlijk elk moment kan aftikken. En ik wil eigenlijk met die schroefdraaier dat ding kapot slaan. Een gat erin, dat gaat niet helpen. Nee, dat gaat zeker niet helpen. Deze bus is gewoon agressief, explosief maar. Het zijn maar 3 levels, heel apart. Ik denk dat ik deze in de mond van de beer hou. Maakt niet uit dat ik... En nu? Nu gaat er iets ontploffen. De beer en wij met z'n allen. We kunnen hier niks aan doen. We gaan naar het volgende level. We zitten op Mars. Is dit Mars? Ik denk het wel. Ja, dit moet Mars zijn. Ik wil deze bom vastpakken. En ik geef hem aan deze robot. Hij touwt hem gewoon in zijn reet, mensen. En ik word ook gewoon opgeslokt door zijn reet. Wat de hel. Oké, dit was het. We gaan door. Wat moet ik doen? Oh. We gaan door. Oh shit. Prompt SPSG. Moet ik iets invullen? Ik weet niet wat ik moet doen. Maar het was niet goed. We hebben nog niet het level voltooid. We gaan naar de bus. MacPixel. Deze brandblusser geven wij aan Batman. Batman kan er namelijk wel een houtje van. Batman wordt opgepompt. En... laat heel veel uitlaatgassen. Maar dat wil niet zeggen dat we de wereld redden. Oké. We komen bij de beren aan. We gaan even een omgeving kijken wat we nog meer hebben. Ik zie niet veel meer. Alleen de dynamiet. En ik denk dat ik dat hier zijn hand moet drukken. Dat was niet goed volgens mij. Of wel. Deze is echt heel pittig voor mij. Hebben we gehaald? Of hebben we hem gehaald dit keer? Wat? Oh, we gaan verder in... Ja, we gaan hierin verder. Oké. Die geven... En die geven aan die man. Zo. En die man eet ons serieus op. En ik denk dat we het level nu hebben gehaald. De beer leeft. En de man is dood. Oh ja, krijgen we dit level. We zitten nu in de robot, hè? Even kijken. We hebben dit putdeksel. En we kunnen dat gebruiken voor deze bom. Ik weet niet wat hij dan gaat doen. We gaan hem gebruiken voor de computer. Er komt een disket in. Er wordt iets geladen en... Oh, was dit hem? Dat betekent dat we een bonusronde krijgen. Dan gaan we de bonusronde. I love junk food. Poep. I love... Ik hou van stront. Yeah! Ik snap dat nooit, die bonusrondes. Het zal wel goed zijn. Deze was pittig. Ik denk dat ik dit soort van schroevendraaitje aan Batman geef. Batman, pak aan. Wat? Wat sla je mij ermee? Je moet dat ding... Volgens mij hebben we hem gehaald, hoor. Het eerste deel dan, hè? Ja, het eerste deel hebben we gehaald, volgens mij. Ja. En nu gaan we dus verder in de bom. Wauw, dat is wel heel gaaf gedaan. Dat hebben we nog niet gezien, de MacPixel. Ik zie hier een RAM-geheugen. Ik weet niet eens of ik dat eruit moet halen. Volgens mij is dat niet te roeien. Nee. Oh, wat een explosie, jongens. En dat is de enige level wat we nog moeten doen. Dat is in die bom.
Dus even kijken wat we gaan doen. We moeten dit oplossen. Ik zie hier een chip. Kunnen we die eruit halen? We kunnen alles eruit halen. Maar wat moeten wij eruit halen om het niet te laten werken? Dat is de vraag. Wacht even. Ik heb een briljant idee. Wat nou als we deze omzetten en we gaan dansen? Dan moet hij gewoon niet ontploffen. Tap! Hij zou niet moeten ontploffen! Dat weet ik zeker. Wat hebben we hier? Ja, daar kan ik niet bij, apie. Hé, wat moet ik eruit halen dan? Nou, dit is dus een kwestie van gokken. Je moet dus alles gaan proberen. En één van die dingen, die doet het, zeg maar. We hebben de middelste gehad, geloof ik. We hebben die gehad. En nu? Nee, nog niet. Oh, dit is echt heel pittig. Want ja, ik weet nu die bom door wie die is ontworpen. Ik weet niet wie de maker dus is van die bom. Ik weet niet wat ik eruit zou kunnen halen. Die kan ik er wel uithalen. Helpt dat? Alsjeblieft, kom op. Doe het nou, die bom. Cherry bomb. It's a cherry bomb. Kom op. Tweede dan? Nee, haalt alleen die eruit. Oké, dan hebben we die eerste SSD-RAM geheugen nog dat we eruit kunnen halen. Even kijken. Halen we die eerste eruit. SSD-RAM geheugen. Let op. Dit voel ik, voelt dat dit werkt. Kijk, dit werkt. Zoals ik al zei, de bom kan nu onmogelijk ontploffen. We gaan het opnieuw doen. Bij MacPixel. Vincent redt de dag. Ik faal nu heel hard. Ik weet het. Ik weet niet hoe we hier verder komen bij dit laatste stukje level. Hebben we de eerste al afgehaald? Er moet iets logischer zijn. Er moet iets zijn dat we kunnen vinden van dat is het. Op de grond iets. Wat? We moesten dus random op het moederbord gaan schoppen. Nou, zo zie je maar weer. Het spel zit eigenlijk vol met, ja, hele rare dingetjes. Dat je denkt van, oké, hoe moet je dit ooit vinden? Maar we halen het wel. En ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Tot de volgende keer bij MacPixel. Doeg!